Het besluit van NDP'er Sergio Akiemboto om zijn ambtstermijn in het parlement uit te zitten is volgens partijwoordvoerder Ricardo Panka goed aangekomen bij de partijgelederen. Akiemboto is op aandringen van zijn achterban in Brokopondo, het traditioneel gezag en andere ondersteuners, teruggekomen op zijn eerder besluit om het lidmaatschap van de partij en dus ook dat van het parlement op te zeggen. Ook fractieleider Rabin Permisser is blij dat zijn fractiegenoot van gedachten is veranderd. Zeer positief ontvangen binnen de gelederen van de NDP. U weet dat de heer Akiemboto niet met ruzie vertrokken is uit de partij. We hebben in eerste instantie zijn besluit gerespecteerd. En we tonen dus ook weer respect voor het huidig besluit dat dus nu genomen is. Het komt bij mij heel positief over. Meneer Akiemboto kennen we als een gedisciplineerde en kundig persoon. En voor Suriname is het zonder meer positief dat hij zijn inzichten, zijn bijdrage via het parlement levert. En dat is toe te juichen dat hij dat doet. NDP-fractieleider Rubin Permisser. Een van de zaken waarop Akiemboto zijn eerdere besluit had gestoeld, is de gewenste hervorming binnen de partij. Hij heeft na zijn terugkeer in de media aangegeven dat er hierover harde afspraken zijn gemaakt. Panka zegt dat dit ook de aandacht heeft van de leiding. Hervormingen, veranderingen, evaluatie binnen de partij is een proces. En dat proces is niet het proces van één persoon, maar van het collectief. Toch? Dus we leveren allemaal een bijdrage aan de totstandkoming van het proces binnen de partij. En net wat ik zei, een proces hoeft niet per se jaren te duren, maar het is natuurlijk een bepaalde looptijd. En er zijn hoge verwachtingen binnen de partij. Sorry. Voor wat betreft de uitkomst, de resultaten daarvan. En daar werken we heel rustig naartoe. Ricardo Panka, woordvoerder van de NDP. Hij roept partijleden op om het hoofd koel te houden, de gelederen te sluiten en uit te kijken naar de stappen die worden gezet naar de gewenste veranderingen binnen de politieke organisatie.